In deze instructie leggen we uit hoe je routeringen voor inkomende telefonie maakt. Om telefonie goed te kunnen beheren, dien je te weten dat Xelion inkomende telefonie een aansluiting noemt. Standaard maakt iedereen gebruik van een persoonlijke aansluiting. Hierin ontvang je de oproepen van je eigen interne en, mits je hierover beschikt, externe telefoonnummer, ook wel je eigen directe telefoonlijn genoemd. Wanneer je ook telefonie ontvangt namens de receptie of een helpdesk, ontvang je telefonie uit een functionele aansluiting. Per type aansluiting routeer je dus inkomende telefonie. Mits je de juiste rechten hebt, kun je telefonie uit beide type aansluitingen via de softphone routeren. Nu je weet dat er een persoonlijke en functionele aansluiting is, gaan we beide mogelijkheden bekijken. Als je rechts onderin de softphone op de Move-sleutel klikt, opent het scherm met gebruikersinstellingen. In deze instructie leggen we alleen de routeringen uit. Het scherm dat je nu ziet staan bevat uitsluitend de mogelijkheden voor de persoonlijke aansluiting, je eigen persoonlijke telefoonnummers dus. Met doorschakelen schakel je je persoonlijke aansluiting door. Wanneer je deze activeert door erop te klikken, voer je simpelweg de gewenste bestemming in en klik je op Enter om deze te activeren. Met niet storen behalve voor kun je een mag storenlijst gebruiken, ook wel chef-secretaresse-schakeling genoemd. Wanneer je klikt op mag storen, opent er een nieuw scherm. En als je klikt op nieuw lijstelement, opent er een pop-up waarbij je eenvoudig een element kunt ingeven of selecteren. Eventueel vul je een opmerking in en klik je op OK. Je ziet nu de persoon verschijnen die je mag storen wanneer je op niet storen zou staan. Als we teruggaan naar de persoonlijke gebruikersinstellingen, kun je ook instellen waar de niet aangenomen oproepen naartoe gaan. Selecteer je voicemailbox of bijvoorbeeld een andere aansluiting en bevestig deze met OK. Bij nummerweergave pas je de uitgaande nummerweergave aan. De Xelion-beheerder dient je wel eerst rechten te geven over dit nummer. Voicemailboodschap geeft je de mogelijkheid een welkomstboodschap voor je persoonlijke voicemailbox te wijzigen, uploaden of verwijderen. Met Twinning koppel je je hardphone aan je softphone. Hiermee gebruik je de softphone als bedienelement van je hardphone en gebruik je van de hardphone alleen de horen als zijnde je headset. Tot zover de uitleg over de persoonlijke aansluiting. Aan de rechterkant, onderin, vind je aansluitingen. Hiermee beheer je de functionele aansluiting. Op dit scherm zie je de functionele aansluiting waarover je rechten hebt gekregen. Wanneer je hier geen aansluitingen ziet staan, heb je geen rechten. Wanneer je rechten nodig hebt, neem je contact op met je Xelion-beheerder. In dit voorbeeld heb je rechten over de functionele aansluiting hoofdaansluiting. Wanneer je hierop klikt, opent de betreffende functionele aansluiting. Het eerste scherm dat ingeladen wordt, is het overzicht. Hierbij zie je hetgeen op dit moment geactiveerd is. Als je aan de rechterkant kijkt, zie je de diverse opties staan. Als je klikt op Keuzemenu, kun je, indien er een keuzemenu geprogrammeerd is door de beheerder, het keuzemenu activeren of deactiveren. Tevens kun je een nieuwe tekst inspreken, selecteren of verwijderen. Wanneer je twijfelt over de juiste inrichting, overleg je dit eerst met je Xelion-beheerder. Als je aan de rechterkant klikt op Gebruikersinstellingen, zie je hetzelfde scherm als eerder bij de persoonlijke aansluiting. De werking is exact zoals uitgelegd bij de persoonlijke aansluiting. In dit scherm zie je ook nog de mogelijkheid gebruikersstatus, bericht of locatie aan te passen. Dit kan eventueel gebruikt worden om dit op een interne presentielijst weer te geven. Maar let op: wanneer je bij de gebruikersstatus niet storen selecteert, zonder achterliggende programmering, maak je de hele functionele aansluiting onbereikbaar. En de werking van voicemailboodschap kan wellicht anders zijn dan je aanvankelijk zou verwachten.
Raadpleeg de instructies van je Xedion-beheerder op de juiste werking en specifieke aansluiting van de voicemailboodschap. Als je aan de rechterkant klikt op Nachtstand, opent het scherm met twee opties. Met de bovenste optie kun je de nachtstand eerder of juist later dan geprogrammeerd inschakelen. Met de tweede optie stel je een uitzonderingsperiode in. Als je klikt op nachtstand eerder of later inschakelen, opent er een nieuw scherm waarbij je de datum en tijd van het schakelmoment opgeeft. Hierna geef je aan welke stand er gevolgd dient te worden. De opties zijn altijd op basis van hetgeen ingesteld is door je Xedion-beheerder. Dit kan dus afwijken van hetgeen je nu op dit moment in beeld ziet staan. Wanneer je dit scherm sluit, is de optie gelijk geactiveerd. Als je nu de andere optie gebruikt, stel uitzonderingsperiode in, opent er een scherm waarbij je de verschillende mogelijkheden kunt zien. De opties die je ziet staan zijn altijd maatwerk voor je eigen organisatie. Allereerst zie je aan de rechterkant een rij opties met schakel door naar staan. Hierbij zie je de bestemming. Deze kan alleen gewijzigd worden door de Xelion-beheerder. Kijk welke regel je nodig hebt voor je uitzondering en programmeer hier links de starttijd en vervolgens de eindtijd. Ben je tevreden over de periode en bestemming, activeer je deze regel uiterst links. Tot slot heb je bij de optie Notities de mogelijkheid een notitie te vermelden. Als je hier een notitie zet, zal deze na het laden hier getoond worden. Met voorgaande instructies heb je geleerd hoe je zowel je persoonlijke als functionele aansluiting kunt beheren. Mochten er nog dingen onduidelijk zijn voor je, of als je nog vragen hebt, bekijk deze video dan nog eens rustig opnieuw. Of neem contact op met je Xelion-beheerder.